December krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Meteen een jaar drinken ze wel en ja daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Hij noemde hem ook niet Sinterklaas. Hij noemde hem Cezy. Want ik kon de S niet zo goed uitspreken. Cezy. Cezy. En nou zeg ik dat altijd tegen mijn moeder, als we in de bakkerij staan en je ruikt die speculaas, zeggen we, Cezy tijd. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Sinterklaas van Amsterdam, die is heel erg mooi, maar veel strenger, veel katholieker, maar echt een strenge, pauselijke Sinterklaas. En de Sinterklaas van de NOS is liever. Heb je gezag, kom je op zo, kom je, vanuit je kanje en dan kom je, zet je voet aan wal en dan wordt er gezegd, daar heb je Sinterklaas kapoentje. Gooi wat lekkers in mijn schoentje. Ik zou gelijk die roep pakken. En nou, zie je wel dat ik gelijk heb. En mijn moeder had er altijd de verkeerde cadeautjes ingepakt. Dus mijn oma kreeg altijd dan het cadeautje dan weer van een andere oma. En dat was echt dramatisch. Hij woont in Madrid, maar oorspronkelijk uit Turkije. Het is een man die op een gegeven moment in de middeleeuwen twee kinderen heeft gered. In een mandje of zo. Ik zie dat beeldje nog voor me. Voor mij leer je daar hoe je met een paard dak op moet. Nee, dat zou leuk zijn. Maar je leert gewoon wat je wel en wat je niet moet doen. Nou, dat is niet zuipen en blijf met je tengels van die kinderen af. Maar ik weet al dat ik ooit voor het plukken dag Sinterklaas geweest ben. En oh, was je lelijk. Hij is zo lelijk. Nee. Hij heeft een heel smal gezicht. U vindt het niet vervelend dat u met me meegegaan bent? Ja, gaat u lekker naar binnen? Ik zag er inderdaad niet uit als Sinterklaas, moet ik u wel vertellen. Oh, zo allemoedig. En dan zeiden ze ook, want hij was natuurlijk altijd een komische noot. Dus hij kwam binnen als Sinterklaas. En dan zeiden ze, ja, Sinterklaas heeft zeker een beetje gedronken. Hè? Gedronken was maar, ja, hij was gewoon... Sinterklaas iets gedronken. En ik drink geen druppel alcohol. En mensen dachten al dat ik dronken was, dat ik dronken binnenkwam. Sinterklaasje, kom maar nee, dat is als je binnenkomt. Als wij de schoen mochten zetten, of ik mocht een schoen zetten, dat ik daar eigenlijk s'nachts niet van kon slapen. En dat ik heel vaak, s'nachts al ging kijken of er al wat in zat. En dan weer terug naar bed. En dan, ga maar slapen, want als ik morgenochtend wakker word, dan zit er iets in. Dus dat kan me nog wel herinneren. Nou, we kregen niet zoveel in de schoen, toch? Ja, dat ben je al even gedaan. Nee, in de schoen kreeg je gewoon een letter. Of in de schoen kreeg je gewoon een letter of een iets van Jamin. Ja, soms met de prijs nog op. Ja, dat wel. Mijn moeder liet graag gebruiken. Ja. Weet je, heb je die Farah-rakkers en de grachtengordel die dan zegt van ja, dat mag toch eigenlijk niet, die Zwarte Piet moet groen zijn of zo. Maar wat ziet hij er mooi uit eigenlijk, die Zwarte Piet. Een mooie donkere huidskleur. En dan dat prachtige pak en die veren en dat stoere en dat sexy broek. Ik neem nog een beetje. Dat kan toch niet waar zijn dat ik al die jaren gedacht heb dat die man bestaat en ja, maar dat die man van de televisie bestaat dan toch wel, weet je wel. Maar in welk liedje zit de roep? Wie lekkers is, krijgt, wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is... Een koe. De roep. De roep. Oh, was geweldig. De intocht was geweldig. En het was ook vooral zo spannend, want komt Sinterklaas wel of komt hij niet? Het is voor kinderen een onvergetelijk iets dat hij dan komt. En dan rijdt hij dan ook nog eens met zo'n paard door de stad, weet je wel. En dat vinden ze dan toch wel geweldig.